Hallo jongens, ik heb vandaag een heel andere video voor jullie. Ik ben hier namelijk vandaag met Esmee. En ik ga haar opmaken vandaag. En want ik dacht, ik ga je gewoon vandaag... Zal ik jou vandaag precies opmaken zoals ik? Ja, doe dat. Ja? Ja. Ja, ik heb me niet echt heel erg bijzonder opgemaakt. Je ziet het niet eens. Ja, maar je ziet het wel, je ziet het wel. Glittergirl. Glittergirl. Ik heb deze palet meer, is van Nars. Deze palet van Nars, dus die heb ik mee. Dus ik ga haar zo vandaag opmaken. Ik ga proberen om dit na te maken bij Esmee vandaag. Ik ga wel even... Ik ga jullie wel even waarschuwen. Wij zijn best wel grof, zeg maar, tegen elkaar. Wij zijn heel eerlijk tegen elkaar. En we zijn gewoon onszelf. Dus ja. Dus schrik er niet van. Schrik niet van ons, zeg maar. En ja, let's start. Oké. Ik vind het eigenlijk wel spannend, man. Ga je even... Ik wou nog even zeggen voordat ik commentaar krijg. Ik ben geen make-up artiest. Ik doe maar wat. En wij doen eigenlijk allebei maar wat. Ja. Maar ik denk dat het zoiets gaat worden. En ik denk dat het wel mooi bij past. We hebben ongeveer dezelfde make-up altijd op. Ja, we hebben altijd niet zoveel, gewoon naturel. Voor ons. En ik heb wel een hele goede pukkel, heb ik. Die zie je waarschijnlijk niet op beeld. Die ga ik zo bedekken voor jou. Maar ja, ik ga gewoon beginnen. Maar ik heb nooit meer pukkels, dat is wel. Nee, maar dit gaat opmaken. Ik had het laatste ook, terwijl ik een make-up tutorial opneem. En toen had ik ook opeens gewoon hier gewoon 3 dikke pukkels. Nee, hier had ik 1 groot, dat is nog erger. Oh, hier had ik dat stink. En omdat je nu dit hoort. Maakt niet uit, Kenji is aan het poepen. Maar ik ga gewoon verder, want... Eigenlijk niet te vallen. Weet je wat ik eigenlijk nodig heb? Zo'n kwast waarmee ik crème zo op. Hey, heb je alleen maar die ene gepakt voor mij? Moet ik er nog in pakken? Kenny, stop nou. En welke bedoel je dan als je... die grote. Deze. Die kun je daar wel voor gebruiken zo. Ja. Oh joh, het stinkt kapot. Echt wel godverdamme Ken. We zijn nog niet eens begonnen, man. Eeuw, Kenny! Make-up tutorial voor Esmee en Miriam be like. Ja, Ken, ga eruit. Je bent klaar met poepjes. Wij zijn echt totaal niet voorbereid, sorry jongens. Oké, we gaan even verder. Kenji heeft gepoept, echt leuk. Nou, oké. Ik ga beginnen met deze van by Kelsia. En deze gebruik ik nou in de ochtends gebruik ik die voordat ik mijn make-up op doe. Als ik make-up op doe. En wat is het? For soft and healthy skin. Nou. Voor all skin types. Ik ga eerlijk zeggen, deze is best wel goed. Er zitten allemaal natuurlijke ingrediënten in. Oh my god. Nee. In het begin dacht ik, hè, toen ik dit opdeed, dacht ik, what the fuck is dit? Kenji! Kenji gaat nou naar de camera toe, jongens. Oké. Ik ga deze ook chill vinden. Ja? Ja, want er zitten allemaal natuurlijke ingrediënten in. Jouw huid gaat er heel goed op reageren. Mooi. Because I am a make-up artist, I know this. Circle. Het is echt heel lastig hè, om ze op te maken, want ik moet eigenlijk van de zijkant zo alles doen. Hoe doen mensen dat voor de video? Daarna doe ik deze op. Dat is een soort van primer. En die is ook echt goed. Er zitten van die goudvlokjes in. Als ik het op je huid doe, dan gaan ze zo snel door je huid. Het ziet echt gaaf uit. Ik vind het alleen al mooi eruit zien. Ja, echt hè? Dat ziet er echt mooi uit. Ja. Zie je dat op? Het ruikt ook echt lekker. Ja. Kenji niet erop. Het ruikt. Waar was dat zo weer? Het was Waterlily uit Bali. Oké. Ik krijg wel weer die vibes uit Bali. Ik ga stuk. Ik wil ook nog naar Bali. Je kan deze foundation doen. Mijn Nars foundation uitproberen bij Esmee. Die is echt mooi. Okay. Ik weet niet hoe het bij jou gaat staan, maar... Het wordt de first try, dus als ik opeens geel ben dan... Nee. Het moet goed komen. Hij is echt niet donker. Je hebt er echt heel weinig van nodig. Wacht, ik doe dit. Zo, even. Nee, Kenji. Deze ziet echt mooi uit weer, ga eerlijk zeggen. Ja? Is het goede kleur? Ja. Nee! Kenji, stout! Kom. Zo. Ga je vasthouden? Ja, hij blijft toch niet zitten. Mensen gaan denken, oh deze kap. Ik zweer, deze foundation ziet er echt mooi uit bij jou. Ik ga niet eens liegen. Ik zweer, is het mooi. Is het een goede kleur? Ja, echt gewoon. Dat kan je niet zien. Nee, ik zie het straks wel. Ik vind het echt mooi. Ik ga eerlijk zeggen, ik ga even aan deze kant staan. Okay. En ik gebruik deze ook, hè. Ze hebben ongeveer dezelfde huidskleur. Ja, je zou zeggen dat je een tintje donker bent dan ik. Ja, ietsjes. Niet veel, maar volgens mij is dit iets donkerder dan jouw eigen huid. Maar het is echt mooi. Oh, je zou nog die van Gerard gebruiken. Oh, ik weet of je die nog kan doen. Weet ik niet. Maar die kan ik doen, man. Die wil ik echt uitproberen. Zij heeft een soort van illuminator, hoe heet dat? Illuminator BB Cream van Gerard Cosmetics. Ja, maar die is echt mooi. Ja, die is echt heel mooi. Maar volgens mij kan je het ook naakt van deze doen, of niet? Nou, eigenlijk is het BB Cream, hè. Je kan het misschien nog nu een beetje erover meedoen. Ik wil dat. Ik wil dat één en dan doe ik dat hele hoofd in. Zo veel shit. Zo is het beter, hè? Ja, is beter. Moet je alleen niet te veel, want anders komt jouw haar zeg maar voor mijn hoofd. Maakt mij niet uit. Oh ja, je ziet wel dat het een goede kleur is zover. Dat kan ik alleen doen. Sorry, ik ben niet zo'n ervaren. Oh, dit is echt moeilijk, man. Ik vind het niet eens mijn. Ik kan ook echt niet opmaken. Je ziet dan hoe ik mijn kwast vast hou. Nee, zo hou ik het ook vast. Maar zie je, nu heb ik al een soort van bijna highlighter effect, hè? Het is echt voor een gezonde... En je hebt nog bijna niks op, hè? Nee, ik heb... Wat is dat? Concealer ook doen. Van LA Girl. Wat is dit? Natural. Deze heb je toch ook? Ik heb volgens mij light natural. Zo, ik zie er echt eng uit zo, want jij gewoon make-up op en ik... Bronzen. Ja, dat is redden. Die heeft mij ook altijd gered. Kijk maar soms in de camera, ja? Of ja, ik let erop. Oké. Heb je echt nog lichter dan deze? Ik weet niet, of misschien heb ik deze hoor. Ik vind deze echt wel goed bij jou. Maar aan de andere kant, weet je. Dus ik wist gewoon ook niet toen jij op de Instagram gezet over die make-up tutorial. Ik dacht die mukbang? Is het mukbang of mukbang? Maar jongens, kijk, ik ga even eerlijk wat zeggen. Ik had toen een poll gemaakt. Nee! Niet springen! Sorry. Ik had toen een poll gemaakt op Instagram met wat moet ik met Esmee opnemen? Een mukbang of een make-up tutorial. Maar ik had helemaal niet haar overleg. Ik had gewoon even mezelf bepaald. Ik zie dat gewoon opeens op mijn Instagram. Ik krijg een notificatie. Nee, niet doen. Zij las dat en zij stuurde mij gewoon DM. What the fuck is mukbang? Ja, ik denk wat is mukbang? Ja, maar weet je, ik weet gewoon. Esmee zal gewoon mij meedoen, weet je wel. Als ik een video zou opnemen. Zij doet dat gewoon. Dus ik hoefde niet eens te vragen, maar... Je wilt gewoon, ik zei ook gewoon, oké, thanks voor informing me gewoon. Wij gaan trouwens nog een mukbang opnemen, want eigenlijk had mukbang gewonnen, hè? Ja, de meeste stemmen waren op mukbang. En ik dacht gewoon, als ik een make-up tutorial doe en mukbang, gaan ze allemaal op make-up tutorial. Dus we doen gewoon. Maar mukbang heeft gewonnen en we gaan die zondag opnemen, toch? We gaan die zondag opnemen. Dus die komt ook nog, ik ga gewoon beide opnemen. Ja. Zo ben jij gewoon. Je vraagt, maar je doet gewoon allebei. Echt hè? Ik ben die hele girl. Oh mijn god. Ik ben dus echt benieuwd. Oké, dus de bedoeling is dan? Ja. We gaan bij jou thuis of zo. Bij mij dus gaan we koken. Ja, ik wil eigenlijk nog een poll maken van wat vinden jullie? Moet Esmee koken voor mij? Oh ja, dat is ook wel leuk. Wie moet er koken? Ja, ik ga die denk ik wel zaterdag ga ik die aanmaken van wie moet er koken, ik of Esmee. We kunnen ook afhalen, maar dat... Wacht, ik moet een poll maken van... Maar je mag maar 2 dingen uitkiezen bij die poll, hè? Ja. Maar... En dan zeg maar, oké, je gaat koken, dat ga je dan vertellen. En dan ga je gewoon eigenlijk dus wat wij elke dag doen. Je gaat gewoon zeg maar eten voor de camera en dan gewoon een beetje kletsen. Oké, een beetje kletsen. Doen wij nooit. Wil jij nog vakantie dit jaar? Girl, hoe lang zeg ik al dat ik op vakantie wil? Maar waar wil je naartoe? Het boeit me niet, naar de zon. Echt? Maar waar? Oké. Wil je dit jaar weer naar Turkije? Zullen wij een weekje Turkije gaan? Waar wil je naartoe dan? Het boeit me niet. Echt? Ja, echt, het maakt me niet uit. Oh, ik doe trouwens de bronzer ook van... Welke is het ook alweer? Benefit. Ja, van Benefit. Van Benefit, ja. De Hoola bronzer. Ja? Maar ik wil eigenlijk gewoon naar een resort waar we ook nog gewoon misschien ergens een beetje heen kunnen. Maar gewoon chill, een goede spa, een beetje massages, een beetje eten. Ben je naar de Antalya? Ben je naar Antalya een keer geweest? Ja, een paar keer. Ja, maar het was 2016. Het gaat snel, hè, de tijd? Ja, ik zat ook... Tering! Dat gaat het vorig jaar. Nee, het was 2 jaar geleden dat we daar allebei zaten. Besef dan hoe lang we elkaar al kennen. Terwijl we echt elkaar in Rotterdam hebben ontmoet, zeg maar. Dus moeten we daarover praten. Ja. We hebben elkaar gewoon via social media ontmoet, hè. Dus... Het is echt bizar. En het is echt... Ja, en nu is het hoe lang geleden al? Nu is het 2 jaar terug. 2, 3 jaar terug, ja. 2, 3 jaar. Het gaat best wel snel, man. Ja, man. Nu komt nu elke dag bij. Nu is de sleutel van mijn huis, komt ze gewoon binnen. Ja, zij kwam net gewoon, voordat we deze video gingen opnemen, ik was moe. Ik kwam van werk, ik had gegeten. Ik zeg, je kan komen. Ze zei, ja, ik ben nog niet klaar. Ik zeg, oké, je komt zeker pas later. Yeah. Dus ik zeg, ja, het maakt niet uit. Ga maar je wil slapen, hè? Ga maar. Ik heb toch een sleutel. Ik zeg, is goed, kom maar gewoon binnen. Zij was gewoon aan het slapen toen ik binnenkwam, besef. Ja. Ze was echt net wakker. Mensen, zo flikker die fucking cola in mijn koelkast. Sorry. Oh ja, ze was net wakker. Ik kom binnen, ik doe de koelkast open. Ik wil koffie eigenlijk maken. Ik wil hem wel pakken. Opeens die cola flikkert keihard op de grond. Over mijn schoenen heen, alles. Ik was echt pissig. Zij was zelf ook pissig. Zij moest het dweilen toen ze wakker werd. Zo werd ik wakker gewoon. Ja. Ja. Ik was pissig vanwege mijn schoenen. Ik ging mijn schoenen schoonmaken. Ja, ik dacht echt. Bitch. Ja, ja. Oh joh, die kat. Maar goed, laten we gaan. Maar wanneer? Het maakt ook niet uit wanneer. We kunnen ook gewoon een last minute boeken, man. Ja, we moeten even kijken. Je moet even kijken, want je zit natuurlijk ook... We zitten allemaal met al die katten van ons. Ja. Ik kan Kenji gewoon naar mijn ouders brengen. Huh. Ik zit gewoon naar jou te kijken, maar als ik daarheen ga, dan moet hij mij in. Het ziet er al veel beter uit, hè? Eerlijk. Eerlijk, ik zie er al normaler uit. Gewoon alsof ik een beetje... Hè? Ja, het bronzen, dat... Save my ass gewoon. Ik ga hier nog meer bronzen, dat je een beetje healthy glow krijgt. Ja, goed hoor. Goed hoor. Dat is helemaal niet de contour, want jij hebt die contour van jezelf. Ja hè? Ja, jij hebt ook op foto's soms, hè? Het is gewoon vanzelf gecontourd is. Ja. En ik doe dat ook niet echt, want ik vind het soms in real life. Dus ja, ik ga eerlijk zeggen, ik doe wel contouren, maar in real life zie je het ook echt. Dat is een ja. Is het gewoon twee strepen zo. Of ik doe het gewoon niet goed, hè jongens, want ik doe gewoon wat ik denk dat ik moet doen. Nee, wacht, ik moet even meer poeder hebben. Ik doe nou die Laura Mercier poeder op bij haar. Wat vind jij eigenlijk van deze poeder? Ik moet er echt, ik gebruik hem heel licht. Mm-hmm. Ik bake hem ook niet zo lang. Mm-hmm. Als ik dat te lang doe, dan krijg ik echt een rare oude huid. Mm-hmm. Dus. Maar verder vind ik hem wel echt goed, man. Maar ook een beetje gelig, hè, voor ons eigenlijk. Vind je niet? Ja, maar hij is translucent, dus eigenlijk kan dat niet. Maar het is wel zo, hij wordt een beetje... Ik denk dat we gewoon niet te veel moeten doen. Als ik hem licht doe, is hij echt mooi. Maar zo is hij wel mooi, man. Tenminste, hoe ik het nu zie. Is alles op camera is anders, hè? Ik heb een haar en mijn gezicht. Echt? Ja, zo. Echt, in het echt is die wel echt mooi. Ja, maar ik vind hem ook echt mooi. Maar je hebt nu niet zoveel gedaan. Als ik hem echt laat beken, als ik meer doe, dan is hij niet mooi. Nee. Oké, wat is jouw favoriete make-up product? Ik denk dat ik het al weet. Wat dan? Lippen. Ja, lipliner. Ik vind het echt chill. We hebben dezelfde sowieso. Ja. Allebei lippen. Maar dat komt omdat jij altijd je wimpers sowieso doet, hè? Ik doe sowieso mijn wimpers. Dus kijk, als ik naar mijn werk ga... Je zei net ook al, ik had eigenlijk alleen een beetje... Ik had BB cream op en ik had mijn wenkbrauw gedaan. Nee, dat is goed. En dan is dat gewoon chill, weet je. Want ik heb gewoon mijn wimper extensions. En dan doe ik een klein beetje iets op mijn lippen. Maar jij houdt helemaal niet van lipgloss, hè? Jij wordt gek als je lipgloss op hebt. Oh nee, ik had het gisteren op. Ik werd helemaal gek. Ik werd zo gek dat ik gewoon een kaartje... ik denk, je gaat het niet zeggen. Ik pakte gewoon een kaart op mijn tas, gewoon een random en ik deed gewoon dit gewoon eraf. Echt, dat was echt. Dus ik zoek gewoon veel... We waren onderweg, we gingen eventjes naar het terrasje. En ik denk, ik was aan het uitrijden, ik kijk weer opzij. Ik zie haar opeens met een postkaart. Ik haar lipgloss van haar gezicht smeren gewoon. Ja, ik ben helemaal gek. Ik zei nog, ik heb nog gewoon tissues, hè, in mijn auto. Dit moet echt goed lukken. Okay. Maar dit gaat Esmee helemaal veranderen, want ze heeft best wel lichte wenkbrauw, eerlijk. Ja. Dit gaat echt... Dit moet het, zeg maar, of mooi maken of lelijk maken. Nee, je gaat het mooi maken. Doe even normaal. Oké, ik ga mijn best doen voor jou. Ja, ik heb echt twee linkerhanden nu. Oké, wacht. Ik heb het geborsteld. Wacht even, ik wil even wat checken. Wat dan? Wat dan? Nou, doe niet zo eng. Hij doet... Waarom loopt die boy gewoon weg? Ik weet niet, maar ik wil dat even kijken. Ja, dat is heel raar. Er gebeurde iets raars. Wat was dat? Nou kijk, die auto ging parkeren. Daarom zei ik even checken. En er kwam een boy langs of zo. En... Oh. Oké, dat was echt raar. En die boy begon kapot hard te rennen opeens. Maar hij rende ook echt voor zijn life gewoon, hè? Alsof hij iets had gejat of zo. Ja, daarom. Oké, dat was echt weird. Oké, laat maar. Goed verhaal. Ik dacht dat ik iets leuks had meegemaakt, iets geks meegemaakt. Oké. Mooi. Nee, 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 dit gaat goed komen. Ik besef wel dat dit mijn wenkbrauwpotlood is. Je bent best wel lichter dan ik, zeg maar. Ja, maar ik gebruik ook dark. Ik gebruik ook van Anastasia van Milani, de dark brown. Oh, ik schot even uit. Nee, ik heb hersteld. Oké. Doe nou gewoon. Waar we het gisteren over hadden. Over dat je mij producten aansmeert die ik vervolgens ga kopen. Dat is niet waar. Wat zij niet gefilmd is niet waar. Nee, gewoon. Is waar. Weet je wat ze altijd mij flikt? En ik ben... Dit is niet waar. Ik ben veel te naïef. Ik trap in. Zegt ze tegen mij, ja, in mijn aankopen, in mijn aankopen. Zegt ze tegen mij, ik ga jullie een voorbeeld geven. Dus ik kom daar en zegt ze van, ja, dit is een voorbeeld hè. Ik heb een nieuwe concealer ontdekt. Hij is echt fucking goed, je moet die halen. Dat is van Catrice, bla bla bla. Dus ik haal die. Time out. Dit is echt een jaar geleden. Ja, dat was een voorbeeld, maar dat is wat je flikt. Nee, ik haal die. Dus ik kom dan een week later hier. Zegt ze van, ik zeg ze van, nou, waar is jouw concealer? Want ik wou concealer van haar gebruiken dan. Of zo zegt ze, ja, ik gebruik nu die LA Girl Pro Concealer. Die is echt vet goed. Maar en luister zo. Nou, luister. En ik denk, ik heb met die andere gehaald. Luister. Dus, die LA Girl gebruik ik al jaren. Alleen, die bestel ik toch bij Boozy Shop of bij Beauty88. Mm-hmm. Maar als die even op is, dan heb ik gewoon een noodding nodig. Toen had ik die gekocht. Mm-hmm. Oké. En die van Catrice. Dat ik vorig jaar gezegd, ergens vorig jaar, die LA Girl, vertel ik haar van de week. 2 weken geleden. Dat was een voorbeeld, maar laat me niet praten over die Chanel poeder. Oké, maar luister, jij hebt het verkeerd gekocht. Nee, wacht. Zij had het over dat we echt moeten afpoederen en zo met onze huid. Wij hebben ongeveer dezelfde huid, zeg maar. En dit is helemaal misverstand. Ik koop gewoon een Chanel poeder, want zij ging Chanel gebruiken. Chanel poeder zegt, ja, Chanel poeder is goed. Ik zeg, oké. Maar ik kon die van haar niet vinden, dus ik ging een andere Chanel poeder halen. Dat is wel zo. Ja. Maar laatst wou ik me opmaken hier, want we gingen samen even het terrasje pakken. Jij vroeg ik maak me op. Ik zeg, waar is je poeder? Ik zeg die van Laura Mercier. Nee. Jij zegt, heb je geen goedkope poeder? Zeg jij. Nee, ik zei, waar is jouw poeder? Zegt ze tegen mij van... Ja, eigenlijk gebruik ik geen poeder meer. Het doet niet zoveel goed voor mijn huid. Girl, luister. Alleen Laura Mercier. Jij gaat een wenkbrauw doen. Ja, doe mijn wenkbrauw. Dus ik zei, pak die gewoon van Laura Mercier. Zeg je, ja, zonde. Ik wil gewoon even, het was ook echt 12 uur 's nachts of zo. En jij wilde je gewoon random gaan opmaken, omdat je je dan beter voelde. Zei je, had gewoon, je belde je gewoon. En toen zei dat zonde van die Laura Mercier. Heb je geen andere poeder waar je gewoon dagelijks je huid mee poedert? Toen zei ik, nee, ja, dat doe ik niet. Ik bedoelde echt zo'n normale poeder. Maar dat gebruik ik niet. Ik gebruik gewoon die Laura Mercier. Gebruikte je wel? Weet je wat ik gebruikte eerst? Ja, die van Catrice. Nee, die van... klopt dat op? Luister! Die van jou. Jij hebt die van NYX aan mij gegeven. Die is ook wel goed. Ja, die had ik eventjes. Maar die is op. Zo, ik heb nog nooit een poeder gehaald die op is, man. Nee? Gaat het kapot? Nee, ik krijg er gewoon nooit op. Ja, maar die van Catrice wel. Niet meer moeilijk terug. Maar die van Chanel neem ik alleen mee onderweg. Ik heb best wel mooi gedaan voor de eerste keer. Ja. Wacht. Ik ga gewoon even normaal doen. Wij moeten echt niet meer grappen doen. Nee, doe niet grappen. Oké. Ik denk dat het zo gefixt is. Ja, het is gewoon helemaal gefixt. Oh, ik heb het helemaal warm. Je wil nooit zo redelijk je wenkbrauw gedaan. Dat zeg ik je wel. Je doet het mooier. Wacht, ik ga het even doen. Ik moet je even redden, Esmee. Als je nou gaat lachen, dan ga je het beste. Nee, ik doe gewoon, maar ik ga er buiten liggen. Dat is echt heel moeilijk. Oh mijn god, oké, doe je andere wankie. Oh joh, ik kan het echt niet doen. Dit is helemaal niet. Wat doe jij? Ze zijn niet hetzelfde. Ik maak gewoon valk geluid. Oké, maar wacht. Als je gewoon die hele make-up loopt, wordt het helemaal mooi. Ja, het wordt wel mooi. Ja, maar ik kan echt geen wenkbrauwen doen. Ik ga deze palet eerst gebruiken van Kylie Cosmetics. En zij hebben hier echt zo'n mooie kleur. Ik vind dit echt heel mooi. Esmee vindt hem niet zo mooi, maar ik vind hem wel mooi. Jij gebruikt hem bij mij. Ik gebruik hem zo. Maar ik vind die basiskleuren echt mooi. Zoals deze en deze. Kijken? Welke? Ja, die zijn wel mooi. Deze is wel heel goed gepigmenteerd, deze palet. Ja, deze is echt wel goed. Ik vind hem wel goed. Maar ik begrijp wel dat je die andere beter vindt. Die heeft misschien iets betere kleur. Die heeft meer aardtinten. Maar ik ga dit zo eerst inkleuren. Ik vind dit sowieso een heel mooie kleur bij jou, dit. Ja, die iets peachy-achtige kleurtjes. Ja. Weet je wat ik vroeger altijd vond van roodachtige tinten? Mm-hmm. Weet je, je moet het echt wel goed brengen, anders lijkt het gewoon alsof je echt gek ontstoken ogen hebt. Ja, klopt. Maar vooral bij ons, hè. Want als je iets donkerder bent, dan maakt het niet zoveel uit. Maar bij ons is dat echt gauw dat je... Je ziet er heel gauw ziek uit, zeg maar. Ja, als je het niet goed doet. Mm-hmm. Dat was de basis. Wat heb ik ook alweer gedaan? Ja, ik weet wat ik heb gedaan. Deze donkere, deze moet je echt mee oppassen. Ja, maar die is echt heel donker. Ja. Oké. Hoe noem je dit ook alweer? Crease? Ik loop bij Leila. Toen zei ze, ik ga een halve cut crease doen. En zo. Oké. Wat ik wou zeggen, wij zijn echt niet gemaakt voor make-up masterclasses. Nee. Weet je waarom? Wij houden gewoon van praten, weet je wel. En een beetje, het moet een beetje leven gewoon. Ja. Een beetje gezellig. Kijk, make-up masterclasses zijn echt heel erg leerzaam. Vooral voor mensen die echt willen leren. En ik vind het gewoon leuk om te kijken hoe iemand zich dan opmaakt. Daarom ga ik eigenlijk er altijd heen. Niet per se om te leren, maar ik vind het gewoon leuk om te zien. Maar iedereen is daar zeg maar zo stil. En zo heel aandachtig aan het kijken. En niemand praat met elkaar en zo. En ik vind het nog, ja, ik vind het best wel... Nou, wij zijn daar niet zo goed in. Nee, wij zijn sowieso niet zo stil types. Wij praten sowieso allebei heel hard. Ja. Dus we hadden nu wel een klacht ontvangen, zeg maar. Dat was echt fucked up. Dat was gewoon... Ja, dat was een chickie die had doorgegeven wij een beetje aan... een beetje te luidachtig waren. Maar niet aan ons, hoor. Nee, niet aan ons. Wij kregen hem te horen van een derde persoon. Dus ja, dat was leuk. Moesten we de hele tijd dus stil zijn. Ja. Maar ik snap het ook wel, mensen komen daar wel echt om te leren. Ja, wij verpesten het gewoon. Wij verpesten het. Dat is echt van die verpesters. Daarom. Wij zoeken nog een nieuwe hobby. Wij lachen. Oké. Ik ga vertellen, Meer die begint tegen mij. Wij moeten echt een nieuwe hobby hebben. Ja. Nou, oké, we willen een nieuwe hobby. Ze zei, ik heb wel iets leuks gevonden en jij gaat bij mij meedoen. Ja. Ik zeg, oké, is goed. Zij zegt, wij gaan buikdansen. Zij zegt, wij gaan buikdansen. Ze heeft gegoogeld, komt ze een foto. Zij stuurt mij een foto met allemaal vrouwen met een midlife crisis. En die denken, ik ga nu buikdansen. Ja, je zag gewoon wel, er waren wel zeg maar type vrouwen. Er waren echt allemaal vrouwen van 50, zoiets, weet je wel. En het is niet erg, maar je zag gewoon van, ja, het is zeg maar een rare groep, zeg maar. Het is een hele bijzondere samenstelling van mensen. En de helft van één vrouw had echt een hele outie aan, gewoon. Gewoon een goede outfit. Maar gewoon echt carnaval, zeg maar. Ja, gewoon alsof ze in het seconde gewoon gelijk meedoen aan carnaval. Maar dat was serieus. Maar goed, toen dachten we, dat gaan we ook zwaar verpesten. We mogen daar één keer komen en dan... Dus toen zijn we ook afgegaan, want ik denk van als we daarheen gaan, gaan we de hele les gewoon verstoren. Dat is niet echt de bedoeling. Want sommige mensen nemen het echt serieus, snap je? Wij zouden wel helemaal stuk gaan. Oh mijn god. Maar ik wou er alsnog geen gewoon voor de ervaring, want wij zouden... We kunnen het toch wel doen? Ik wou niet hoor, dat je die vrouw daar zag. Nou ja, we gaan gewoon voor het lol dan, maar dan is het niet onze echte hobby, dat is gewoon een dagje. Wil je echt één keer met mij gaan? Wil je het echt een keer doen? Ik ben echt zus. Maar dan staat het op beeld en dan moet je ook echt gaan. Dus nu mag ik niet meer liegen. Oké, we gaan. Echt? Ja, dat gaan we een keer doen. Oké, wij gaan dus. Bij deze heeft Esmee dus mij beloofd dat ze één keer mee gaat naar een buikdansles. Ja? Okay. Pinky promise? Pinky promise. Oké. Dit is er echt aan vast, Esmee. Ik kan hier terugkrabbelen. En dan moet je wel zo'n pakje aan, hè? Of hoe ga je dan erin? Een pakje aan? Wat moet je doen? Wat moet je aan doen? Weet ik veel. Jij wil buikdansen. Ik denk wel dat je met je gekke outfit. En die dingetjes. Kijk, ik ga nu Nars palet gebruiken. En daar weer zo'n heel mooie gouden kleur. Oh, dat is hem niet eens. Weet je wat ze dus ook wilden doen? Zij wilden dus gaan paardrijden. Ze wilden paardrijden. Maar, wat zeg jij? Waar is die iHeart palet van jou? In dat dingetje. Welk dingetje? In dat laadje, dat treetje. En dan daaronder. Dus. Zij denkt dat je gewoon ergens naar een manege kan gaan. En dan op een paard kan gaan zitten. En dat je dan gewoon naar buiten kan. Vertel even over jouw paardrijden. Hoi. Ja, ik wil ook paardrijden. Niemand gelooft mij. Mensen zeiden ook al tegen mij van, waarom wil je paardrijden? Dat vind ik echt helemaal niks voor jou. Ik vind het ook echt niks voor jou. Dan? Oh ja, ik bedoelde trouwens dit paletje. En dat is van iHeart. Ja, die is echt mooi. Die doe ik, wacht, oké, even naar de camera toe. Kijk, die doe ik. Mevrouw. Die doe ik hier. Kijk dan, je hebt ook niet gezegd, ik was eerst met die setting spray. Ja, ik heb wel setting spray hierop gedaan, jongens. Dat jullie weten. En Kenji staat achter jou. Hij gaat jou weer aanvallen, denk ik. Echt, dus kom. Laat jou even zien. Ah, kijk. Beeld ook goed. Ja. Zo. Zie je echt goed. Bij jou zie je het beter dan bij mij. Want jouw oogleden zijn anders natuurlijk. Ja, mijn oogleden zijn inderdaad anders dan jouw oogleden. Paard hadden niks van mij? Dat had jij gekregen van Isaura. Ja, van dat jij dacht dat je op een paard mocht zitten. Dat je dan ergens buiten mocht gaan paardrijden. Maar ik had echt gewild, weet je wat het is? Wij moeten naar de vakantie en dan gaan wij paardrijden. Maar ik heb gezien dus dat Anneliesje van de paard is afgeflikkerd in een vlog. Dus ik durf dat niet. Ja, maar het kan overal gebeuren, schat. Maar ook als je een jaren... Bij haar reed hij echt gewoon door en zij ging gewoon echt voor, echt als je haar lichaam zag. Weet je dat je ook... Ik het echt niet meer hoor. Toch wel mascara onder doen? Gaan we dat doen? Wouden wij dat? Ik weet niet of jij dat wel, maar je boeit dat niet. We doen dit gewoon. Zo, die is wel heftig gepigmenteerd. Ja hè? Die is echt goed gepigmenteerd. Oh. Moest ik wel even weten. Wacht, ik ga zo blenden. Dat is eigenlijk best wel mooi hè? Ja, daarom. Ik heb gelijk een oog. Heb ik. Zo, ja, je hebt echt een oog nu. Jouw ogen vallen echt op met make-up, man. Ja, Mina gaat net denk ik één gekke spoel. Ik ging ergens op de lijn. Ik ben echt eerlijk zeggen. Dat je niet ziet aankomen, hè? Nee, ik kan wel maken. Kijk, girl, nu ben ik niet in de make-up artist. Ik gooi deze highlighter palet van Sleek. Zo'n oude gewoon. Dat is mijn eerste highlighter palet. Ja, dat is jouw eerste highlighter palet. Ja. Ik herinner me dat nog. En die heeft natuurlijk al die van Gerard Cosmetics die BB cream gedaan. Want dat geeft sowieso echt een natuurlijke kleur. Zo, heel sahbe. Dat is wel heel heftig. Stuk. Nee, ik vind het eigenlijk wel mooi op de camera. Ja, op de camera, ziet het op de camera is het mooier dan in het echt, jongen. Het eigenlijk gewoon ja, ik ga eten. Een soort spiegel. Op de camera is het mooier dan in het echt. Dat heb je soms ook. Oh, dat is toch goed. Eigenlijk moeten we het eruit knippen. Niemand hoeft te weten dat het in het echt er minder goed uitziet. Doe eens nu, deze kant. Zo, cheekbones wel hoor, Esmee. Ik vind het echt mooi bij jou, is weer. Eigenlijk moet je er gewoon altijd highlighten. Ja, ik doe meestal wel highlighten, een beetje. Oh, doe jij het wel? Ja, een beetje, maar niet dagelijks. Niet like this. Oké. Okay. Nee, dan verblind ik mensen. Wat is eigenlijk nog? Hey, ik ga lippendingers. Setting spray en lippen. Ja, lippen ga ik doen. Ik ga mijn lievelingskleur bij jou doen. Rufflesham van NYX. Die heb ik vandaag toevallig op. Nee. Ik zweer het, die had ik vandaag op. Nee. Ja, die zit in mijn tas. Rufflesham? Ik zei toch, die had ik op vandaag. Ik vind, dat is mijn lievelings. Dat is echt mijn lievelings van NYX. Wat is jouw lievelingskleur van die NYX-kleur? Van die lingerie lijn? Ja, ik weet het niet. Ik let daar niet zo op, man. Ik zeg het eerlijk. Ik zie wel echt verschil. Nee, Oké, dit is mijn lievelingsliplijner. Dit is echt van 3 jaar geleden al mijn lievelingsliplijner van MAC Spice. Dit was in de tijden van Kylie Jenner, weet je nog? Ja. Dat was echt MAC Spice en je hebt MAC Sore. Die was een beetje rossig. Oké, moet je wel naar mij kijken. Dat vind ik heel moeilijk. Ja, dit is ook heel moeilijk. Dit is heel persoonlijk. Doe nou maar gewoon. Ja, Oké, ik ga mijn ogen dit doen. Ik ga helemaal stuk. Oké, wacht. Ik doe even ontspannen. Wacht. Oké. Nee, doe nou even normaal. Hoe kunnen mensen dit nou doen? Weet je wat? Zelfs bij Sisi doet ze ook liever dat of ik mijn lippen doe. Wil je je lippen doen? Ja, ik moet even lachen. Kom hier, geef me een spiegel. Maar eigenlijk moet ik het doen hoe ik mijn lippen doe. Ja, ik wil jouw lippen doen, want ik doe mijn lippen een beetje... Ik maak mijn lippen altijd ronde met liplijn en dat doet zij nooit. Zij maakt... Nee, ik maak mijn lippen hoekiger, hè? Ja, ik maak zeg maar zo'n V erboven en zij maakt het rond. Dus we gaan het vandaag andersom doen. Oké, ik wil het echt doen. Oké, kom. Doe maar even. Chill. Ik ben... Ze heeft nu een spice op en nu gaat ze Ruffle Trim opdoen van NYX. Dit is perfect. Weet je wat ik dus altijd doe met deze? Zo. Het is zo grappig hoe je zeg maar... Het is heel anders bij jou dan bij mij. Kijk. Wat vind jij? Ja, hij is oranje, eerlijk. Hij is oranjiger bij mij. Ja. Heel veel. Hij ruikt naar roosjes. Oké, welk cijfer geef je mij? Nou, ik geef het wel een 8 hoor. Dit is het eindresultaat. Esmee gaat al helemaal boos. Ik vind het echt zo mooi. Mooi toch? Ja. Zie je hoe donker wij opeens allebei zijn? Maar je nou ik was echt weer blond. Wij zijn echt helemaal anders geworden jongens. Maar eigenlijk... Dit is eigenlijk wel precies mijn eigen haarkleur hè? Ja. Iets lichter dan mijn eigen haarkleur is dit. Maar jij wel? Esmee wil eigenlijk deze haarkleur. Ja. En ik wil eigenlijk nog iets lichter. Maar weet je wat het wel is? Omdat we toner hebben over geblondeerd haar. Ja. Het wordt wel snel lichter. Ja, daarom vinden wij het niet zo heel erg als wij iets te donker uitvallen. Anders zou ik normaal gesproken heel erg huilen. Ik ga je eerlijk zeggen. Maar nu ik het zo zie is op zich. Deze haarkleur zou je ook echt mooi staan. Ja, die had ik vorige keer toch? Mm-hmm. Ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer. Wij gaan zondag dus een mukbang samen opnemen. En ja, komt Isabel er nog bij? Ik hoop het. En alles doen we met z'n tweeën. En alles doen we met z'n drieën. Ja, dus dan zien we jullie dan de volgende keer. Doei!